ben hier in Jemert, bij het museumpje van de Duitse Orde. En in dit museum is te zien hoe dat een kruisridder uit de tijd van de kruistochten uitgerust was. Wat voor spullen zij hadden, wat voor panzer zij hadden, wat voor wapens en hoe dat zij vochten. De kruistochten werden uitgeroepen in het jaar 1095 door paus Urbanus II. Het doel was om Europese ridders zover te krijgen dat ze naar het Heilige Land trokken om de gebieden waar Jezus Christus had geleefd en zijn boodschap had verkondigd terug te veroveren. Ze waren nu namelijk in handen van moslims. Voor dit doel werden orders van ridders opgericht. Sommige zijn heel bekend geworden, zoals de Tempeliers of de Teutoonse Orde. Deze ridders waren beroepsvechters. Ze bereidden zich hun hele leven voor op oorlog. Als eerste zou de grootmeester een wit onderkleed gemaakt van linnen aankrijgen. Daarna, als het overkleed aangetrokken was, dan volgde de gambeson, oftewel de wambuis. Als de grootmeester dan in zijn gambeson was gekomen, dan was het tijd voor de maliënkolder. Als de maliënkolder aan was, en dat was over het algemeen het meeste werk, dan zou de grootmeester volgens een tabard, oftewel een overkleed, aankrijgen. Maar in een groot deel van de geschiedenis tijdens de kruistochten was dit de uitrusting. Later in de geschiedenis ging technologie vooruit en waren smeden in staat om grote hoeveelheden ijzer om te smeden tot metaal, waarmee nog veel betere bescherming kon worden geboden. En dan uiteindelijk is het tijd voor de overmantel. En de overmantel die had verschillende doelen. Ten eerste kon hij voor warmte zorgen als de kruistochten naar het noorden gingen, want er zijn ook kruistochten gevoerd in het koude Litouwen en Estonië onder andere. Maar in het Heilige Land was het natuurlijk gewoon warm en wit zorgde dan dat het de zon enigszins tegenhield. Als de grootmeester dan helemaal aangekleed was, dan was het tijd voor zijn wapens. En gezien de ridderordes rijk waren, waren de ridders vaak uitgerust met de beste wapens van die tijd, zwaarden. Naast zwaarden gebruikten de ridders een heel scala aan wapens, een hele selectie. Zo had je natuurlijk de speer, een wapen dat door krijgers door de hele geschiedenis heen wordt gebruikt, of de hellebaard, een veelzijdig wapen dat zowel gebruikt werd tegen cavalerie, dus mensen te paard, als het gewone voetvolk. En dan was het tijd voor de helm. Ridders droegen over het algemeen hun helm eigenlijk alleen maar al vlak voordat ze de strijd ingingen. En de helmen die waren vaak ook bedoeld om herkenbaar te zijn. En dat was zeker het geval bij de Duitse Orde. En dat is de uitrusting van de kruisridder. Uiteraard liep de exacte uitrusting nogal eens uiteen, maar dit is het algemene beeld. Het waren de best gemotiveerde krijgers van Europa, want ze vochten voor God. Het waren enkele van de rijkste, de best uitgeruste ridders uit de middeleeuwse tijd. Dus het is helemaal niet zo vreemd dat zij ook ontzettend succesvol waren.